Nu ga ik dus snel mijn laarzen poetsen. Zal ik mijn camera neerzetten. Zodat jullie kunnen zien hoe ik mijn laarzen ga poetsen. Ik haat eigenlijk altijd echt de tandarts. Dus ja, ik vind het zo fijn mogelijk dat het zo lang mogelijk wordt uitgesteld. De ponies hebben dus nu lekker hun eten. Chimpy ook. Hoi allemaal. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vloggensvideo. Het is wel vandaag vrijdag 6 december. Gisteren was Sinterklaas en hebben we hele leuke cadeautjes gekregen. En vandaag heb ik dus dit shirt aan. Het is een zwart shirt met een beetje glitter van hier van die leuke knoopjes en gewoon een zwarte broek. En nu gaan we al in dit touwtje van mijn camera bijten. Wat doe je, puppesnup? Hey, dan neem je de camera mee. Dat mag niet. Nee. Dus het is nu 7:15, over een kwartiertje word ik ongeveer opgehaald, want we gaan met de auto. En dan moeten we om 2:45 naar de tandarts. Dus ik was nog even bezig met mijn camera. Hugo zit me altijd te likken en te bijten. Het doet echt zeer, want hij heeft hele scherpe tandjes nu. Dus hij kan heel hard bijten. En af en toe haalt hij dus even uit. Doe je? Sukkel. Nou, dan zie ik jullie zo meteen uit school. En dan ga ik daarna lekker naar stal. Ik ben dus nu uit school. En ik zou dus eigenlijk tot 3:45 naar school moeten. Sowieso zou ik eerder opgehaald worden door mama omdat we naar de tandarts moeten. Maar biologie viel uit en dat was een blokuur. Dus werd gym naar biologie geplaatst. Dus dat was wel heel erg fijn. En ik ben nu samen met mama, Jules en Lot en Gio onderweg naar de tandarts. En ja, dan moeten we dus weer naar de tandarts. En we zaten altijd in Horen, maar we zijn nu naar een nieuwe tandarts. Dus daar gaan we nu voor het eerst heen. En dan zit daarna mama me gelijk af op stal. En dan hoop ik dat de bak een beetje normaal is, dat ik even goed kan rijden. Het is natuurlijk geen lekker weer, maar ja. Omdat ik morgen wedstrijd heb, moet ik dan maar even in de regen rijden. En als ik gewoon mijn jas aanhouden, worden eigenlijk alleen mijn bovenbenen nat. Dat is het enige. Dus dan ga ik eerst gewoon de stalletjes doen. Maar dan gaan we eerst naar de tandarts. En dan ga ik zo meteen gelijk door naar stal. We zijn dus nu onderweg naar huis en alles was goed bij de tandarts. Dus dat is natuurlijk altijd heel fijn om te horen, want ik haat eigenlijk altijd echt de tandarts. Dus ja, ik vind het zo fijn mogelijk dat het zo lang mogelijk wordt uitgesteld. Orto vind ik minder erg, maar ja, ik weet niet. Ik denk dat iedereen de tandarts haat. Maar we zijn dus nu onderweg naar stal. Nou ja, mama zet me af op stal. En dan ga ik sowieso de stallen messen natuurlijk. En ga ik Champy toch longeren en ga ik Poppy sowieso wel rijden. Want met Pop vind ik het minder fijn om te longeren. Omdat ik het rijden vind ik bij Pop gewoon fijn. En bij Champ kan longeren makkelijk. Want die wil toch altijd even racen als de meeste energie er maar uit is. En dan ga ik daarna alvast even mijn zadels poetsen en mijn hoofd stellen. Zodat ik dat morgen niet meer hoef te doen. Maar dan moet ik natuurlijk eerst gewoon even werken. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Omdat het druk is, want het is bijna kerst. Maar ja, we zijn onderweg naar stal. Dus dan zie ik jullie zo meteen op stal. Nou, ik ben dus op stal. Ik heb nu dit kooltruitje aan en deze eroverheen van de Only. Het is een beetje kleurverschil, maar ja. Ik heb het koud. Deze broek aan van Pika. De riem van Accept, volgens mij. En dan deze sokken. En dan nog joppers. Nou, we zijn dus nu de stal aan het testen. En Mark is dus nu aan het filmen. Die kwam even gezellig. Ja. Dus die gaat Champ zijn stal doen. En dan doe ik bij Poppen een hele baal eroverheen. Bij Champ had ik een maandag al 2. En bij Poppen het 1 dat we morgen wedstrijd hebben. Dan vind ik het wel fijn dat er een baal overheen is. Dat hij extra schoon is. En dan gaan ze zo heel snel binnenhalen. Dus ik ga even niet vloggen, maar even heel snel een stal doen. En dan binnenhalen. Nou, we zijn dus nu Poppy aan het klaarmaken voor het marcheren. Mark heeft net gepoetst. Ik ga nu nog even zijn hoeven krabben. En dan ga ik zijn beestjes doen. Oh, heb je het al gedaan? Ja. Oh, top. Dan doe ik de peesjes om. Ja, lukt dat? Ja. En dan gaat Mark het hoofdstel in doen. Zo. Doe deze lakbeschermers om van de Applejack. Cool, hè, Mark? Ja. Thank you.
forceren en ik ga hem zo helpen. Maar ik ga eerst even de hooimanden af te vullen. En dan gaat Mark even met een instapping indragen, omdat het net te makkelijk. Oké, ik ga zo naar de hooi toe. Mark, ga jij maar vertellen wat je nu gaat doen? Nou, ik ga even instappen en dan ga ik graven. En dat zal er ook nog wel veel meer. Zo, ik ben Poppy nu lekker aan het afzadelen en hij deed vandaag echt heel goed zijn best. Hij liep heel erg goed. En ja, ik denk dat ik eigenlijk wel klaar ben voor morgen. Natuurlijk vinden wat ik dus al had gezegd, vind ik nooit zo fijn om een dag voor een wedstrijd te lanceren. Omdat ik dan toch even zeker wil weten of ze nou fijn zijn. En dan weet ik waar ik morgen nog tijdens het losrijden aan kan werken en dat weet ik niet. Maar ja, het is wel heel fijn dat ik gewoon lekker kan baan verkennen. Want toen hebben we dus een 20-80 bak waarvan 20-60 een baan is. Dus moet ik eerst even 10 minuten in de kleine baan losrijden. Dan mag ik in de wedstrijdbaan mag ik 10 minuten baan verkennen. En dan kan ik nog weer 10 minuten naar achter en dan ben ik aan de beurt. Dus ja, ik heb wel een soort van beetje mijn plannetje. Maar hij deed heel goed vandaag. Hij liep heel fijn. Dus ik ga nu snel afzadelen, want anders krijgt hij het koud. Maar dan doe ik even snel een dekentje op. En dan mag je lekker op stal. Zo, Poppy staat weer lekker op stal. En nu ga ik Champy eruit halen. Ga ik die nog even snel logeren. En dan ga ik lekker naar huis. En dan heb ik mijn zadels mee naar huis. Omhoog stellen ook. En dan haal ik even uit de vrachtwagen mijn poetspullen. Want ik ga mijn spullen dan even thuis poetsen. Want die liggen dus nog in de vrachtwagen. Zo, doe ik even zo'n halster om. Halstertje om. Zo. Clipje vast. Kom maar, jongen. Kom. Zo. Dus ga ik Chimpje nu even lekker longeren. Kom hier. Hier komen. Ja. Goed zo. Als je denkt, zo, ga ik hem poetsen. En dan gaan we daarna dus lekker naar huis. En geef ik ze dan ook nog even krachtvoer. En hooi. En moet ik nog even editen en huiswerk maken. Dus daarom ga ik nu even snel Chimpje nog longeren. Nou, Champy is er nu helemaal klaar voor, dus nu ga ik hem lekker lanceren. En ik ga dus even niet filmen, omdat ik nu dus weer alleen ben. Want Mark en Bram zijn weer naar huis. Dus ja, en anders moet ik mijn camera op de grond leggen. Er komt natuurlijk heel veel zand in. Dus we gaan nu lekker lanceren. Maar we gaan gewoon even lekker 20 minuutjes. Eerst even loswerken en dan nog met de touwtjes eraan. Dan gaan we daarna weer uitstappen. En dan neem ik ook mijn zadel mee naar huis, want dan ga ik thuis die poetsen. En dan zal ik natuurlijk sowieso weer voor jullie gaan filmen. Nou, Champy en ik zijn nu dus klaar met lanceren en hij deed het echt heel erg goed. Hij was heel erg fijn, dus ik denk dat we zeker klaar zijn voor morgen. Ik heb er echt super veel zin in. Dus ik doe nu nog even zijn hals vast en dan ga ik hem lekker op stal zetten. En krijgen ze alle twee lekker een krachtvoer en nog wat hooi. Dus ik ga nu mijn moeder bellen of die me op wil halen, maar dan zijn we tegelijk klaar. En doe ik zo mijn zadels in de auto en dan kan ik die thuis lekker gaan poetsen. En dan ligt dat maar alvast klaar. Hoef ik dat morgen niet te doen. De ponies hebben dus nu lekker hun eten. Champy ook. En nu ga ik dus even hooi voor ze halen. En ga ik dit dekje dus nog weer even in mijn kast opruimen. En komt mama me zo halen. Dus hang ik mijn zadels alvast klaar. En ga ik ze thuis lekker poetsen. Zo. Ja, Gio, we gaan zo naar huis. Dus leg ik mijn dekje weer even terug in mijn kast. Zo, leg ik die weer even hier neer, hand omhoog stellen hier. Dus die moet ik zo mee naar huis nemen. Hier leg ik dus mijn hoofd stellen. Moet mijn zadel 1 en zadel 2 ook mee naar huis. En leg ik nu even al deze dekjes hier netjes neer, ruim ik dit nog even op. En dan komt mijn moeder me zo halen. Nou, ik ben dus weer lekker thuis. Ik heb net gegeten.
Nu ga ik dus snel mijn laarzen poetsen. Zal ik mijn camera neerzetten. Zodat jullie kunnen zien hoe ik mijn laarzen ga poetsen. Al mijn spulletjes zijn gepoetst voor morgen en al mijn spulletjes liggen klaar voor morgen. Hier heb ik dus mijn blauwe laars staan. En mijn zadels, single pad en mijn twee hoofdstellen. Die liggen in de woonkamer allemaal gepoetst. En ik heb dan ook nog daar mijn jasje hangen. En mijn cap met mijn handschoenen en ook nog, hoe heet het, mijn beschermers. Voor papa heb ik witte en voor Chameur donkerblauwe. En nu ga ik dus lekker slapen, want het is nu 10:30 en ik ben echt super moe. Dus ik ga morgenochtend ga ik rond 7 uur mijn wekker zetten. Kan ik 's morgens dus even wat met de video's doen. Maar als ik bij zo'n spreek tot zondag niks zou doen, staat alles op tijd online. Want al die video's staan al klaar. Maar ik vind het gewoon fijn als alles gewoon lekker doorloopt. Dus ga ik morgenochtend daar nog even aan. En lekker dus ontbijten. En dan ga ik dus lekker werken. Maar voor nu sluit ik deze vlog af. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. En vergeet dan niet te abonneren. Want morgen komt een hele leuke vlog aan. Namelijk een wedstrijdvlog. En ja, ik heb er mega veel zin in. Dus iedereen tot morgenavond. En natuurlijk een fijne avond. Dus bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doeg!